Er zijn 5 posities in het veld en 1 daarvan is de spelverdeelster. Zij speelt altijd de tweede bal in de rally. En dat is handig, want dan kunnen de aanvallers de bal lekker aanvallen. Hoe zorgt de spelverdeler ervoor dat de bal precies komt waar de aanvallers hem willen hebben? Daar is een speciaal systeem voor bedacht. In het veld wordt er goed tussen de spelverdeler en de aanvallers gecommuniceerd. Misschien is het je wel eens opgevallen, maar tijdens een wedstrijd geeft de spelverdeler op haar rug dingen aan. Met haar vingers laat ze de aanvallers weten wat voor een bal ze gaat spelen. Denk hierbij aan snel, kort, lang, etc. Je vraagt je vast af, waarom zeggen de speelsters dit niet gewoon tegen elkaar? Ook daar is een goede reden voor. Als er hardop gecommuniceerd wordt, is er een kans dat de tegenstander ook hoort wat er gaat gebeuren. Door via de vingers te communiceren, hou je die informatie nog even geheim voor je tegenstander. Natuurlijk krijg je de beste afstemming met elkaar door heel veel samen te trainen. Met Laura had ik op een gegeven moment eigenlijk aan 1 blik wel genoeg. Maar zij gaf vaak heel duidelijk achterop haar rug aan welke bal ze mij wilde laten spelen. Bijvoorbeeld deze, dat was een snelle bal achterover. En op een gegeven moment is het ook zo dat je in een bepaald ritme zit. En je kijkt elkaar aan. En in combinatie dan met die codes achter op de rug. Of soms doet ze dat ook wel een beetje zo hier voor haar buik. Dan weet je gewoon wat het perfecte plan zal zijn om de tegenstander te verslaan.